Het Noordelijk Scheepvaartmuseum ligt op de juiste koers. Het afgelopen jaar kwamen bijna 27.000 bezoekers naar het gebouw aan de Brugstraat. Dit zijn 22% meer bezoekers dan in 2009. Winterwelvaart, dat wordt georganiseerd door het museum, was een succes. Het weekeinde met oude schepen trok 15.000 mensen. De tentoonstelling Fietsen met Vongers was een van de grootste publiekstrekkers voor het Scheepvaartmuseum. En er zijn ontzettend veel mensen op afgekomen, omdat de meeste mensen wel een Vongersfiets hebben gehad in Groningen. Of in ieder geval het merk goed kennen. En we hebben heel veel mensen gehad die zeiden van, ik had vroeger ook een Vongersfiets, maar die is gestolen een paar jaar geleden. En dat hebben we zoveel gehoord. En iedereen kwam kijken naar die oude fietsen tot de jaren 60 aan toe. We hadden bijna alle modellen hier staan. Dus de mensen vonden het prachtig. Een van de hoogtepunten voor dit jaar wordt Verken Groningen Virtueel. Dit is een virtuele animatie van de stad in het jaar 1470. Stadjes kunnen dan zelf virtueel dwalen door middeleeuws Groningen. Virtueel Groningen is een virtueel programma, zoals het woord al zegt, waarmee we zijn begonnen in 2009. En dat is een reconstructie van Groningen zoals we denken dat het was in 1470. Het is dus echt gebaseerd op archeologische en historische gegevens. En de mensen die het gemaakt hebben, die zijn er nog steeds mee bezig. Want er komt in het voorjaar van dit jaar, 2011, een nieuwe versie. In een geheel nieuwe sfeer, in een andere techniek. En dan van de hele stad Groningen. Nu kan Groningen alleen nog vanaf een groot scherm worden bezocht. Binnenkort kunnen bezoekers van het museum met een computer zelf virtueel de stad bekijken.